Heb jij ooit wel eens gehoord dat paarden hoofdpijn kunnen hebben? Mijn naam is Janneke van Ruiterbewust. Ik ben ruitercoach en craniosacraaltherapeut voor paarden. En ik ga je uitleggen hoe het komt dat een paard hoofdpijn kan hebben. De schedel van een paard bestaat net als de schedel van een mens uit verschillende delen. En in de loop van de eerste levensjaren gaan er een aantal delen met elkaar fuseren. Maar er blijven er alsnog genoeg over die los blijven bewegen. Die hechten aan elkaar, als het ware zo. En die verschillende delen van de schedel ademen. En door dat ademen van de schedel wordt hersenvloeistof via het ruggenmerg naar het heiligbeen gepompt. Het heiligbeen van het paard vormt op zijn beurt weer een pomp en die pompt het weer terug richting de hersenen. En doordat dit van de hersenen naar het heiligbeen wordt gepompt en andersom, ontstaat er een golfbeweging. En die golfbeweging noemen we het craniosacrale ritme. En dat ritme, als je het vergelijkt even bij jezelf, is wanneer je bijvoorbeeld heel moe of ontspannen bent, dat je een klein beetje heen en weer gaat staan wiebelen op je benen. Dan is dat ritme aan het ontwikkelen en dat is ook het moment waarop jouw lichaam zichzelf aan het herstellen is, afvalstoffen aan het afvoeren is. Dus als dat ritme niet meer kan ontwikkelen, dan blijven al die afvalstoffen dus in het lichaam en die veroorzaken blokkades. En we kennen natuurlijk dat paarden overal in het lichaam blokkades kunnen hebben, maar die kunnen ze dus ook hebben in het hoofd. En als je ervan uitgaat dat elk deel van de schedel ook nog in verbinding staat met een deel in het lichaam, dan wil ik je eens vragen, kijk nou eens naar het hoofd van je paard en bekijk het hoofd dan eens recht van voor en ga eens vergelijken hoe de uiteinden van de oren zijn. Kijk eens naar de symmetrie. Zijn die oren gelijk? Het uiteinde van de oren, de aanzet van de oren. Staat het kaakgewricht gelijk? De jukbenen, de ogen, de neusgaten. Ga daar eens naar kijken. Want als dat namelijk niet het geval is, dan zegt dat ook wat over het lichaam van je paard. Want die scheefheid vind je namelijk altijd terug in het lichaam. En dat dus houdt dus eigenlijk in, is je paard scheef, dan is jouw paard aan het compenseren. En dat wil je niet. Zijn die delen heel strak? Voelt die schedel ook echt als bot? Hè? Voelt het hoofd van je paard als bot? Of zit er nog echt zacht weefsel overheen? Want op het moment dat de schedel van jouw paard namelijk heel scheef is en aanvoelt als bot, dan is er grote kans dat jouw paard last heeft van hoofdpijn. En hoofdpijn bij paarden komt veel vaker door dan we denken. En dat komt voor bij paarden van alle leeftijden en zelfs ook paarden in de topsport. En wat bijvoorbeeld kan zijn, is waar je aan kunt merken dat jouw paard wellicht een hoofdpijnpatiënt kan zijn, is bijvoorbeeld headshaking. Headshaking heb je in allerlei vormen, soorten en maten. Pollenallergie is ook een deel van headshaking. Dat is zeker een vorm van hoofdpijn, spanningshoofdpijn. Maar daarnaast bijvoorbeeld ook als jouw paard super schrikkerig is en altijd gespannen is, altijd aan het loeren is naar allerlei dingen waarvan wij denken, wat zie je? Dan is ook de kans groot dat jouw paard hoofdpijn heeft. En dan wil ik je dus vragen, ga nou eens echt naar de schedel kijken. En kijk eens, hoe symmetrisch is die schedel van jouw paard? Heeft jouw paard wellicht hoofdpijn? Want dan kun je er wat aan doen. Ik ga eerst nog even wat andere symptomen opnoemen waaraan jij kunt herkennen of jouw paard wellicht hoofdpijn heeft. Het eerste waaraan jij zou kunnen zien dat jouw paard misschien wel hoofdpijn heeft, is de oogopslag van je paard. Hoe kijkt jouw paard? Kijkt jouw paard helder, attent, maar ontspannen de omgeving in? Of zijn die ogen misschien een beetje leeg, donker van kleur, misschien wel een beetje blauwig? Of misschien wel alleen maar super
super gefocust. Dat het lijkt alsof je de ogen van je paard haast uitploppen. Dat is zeker een indicatie dat je paard hoofdpijn kan hebben. Dat is één. Het tweede punt waaraan je kunt meten of jouw paard misschien wel hoofdpijn heeft, is de stand van de oren van je paard. En dat bedoel ik niet of ze naar voor of naar achter staan, maar als ze naar voor staan, kijk dan eens of ze gelijk staan. Want de oorspieren zitten namelijk verweven met de kaakspieren. Die lopen tussen elkaar door. En je kaakspieren, de kaakspieren van je paard, kunnen namelijk echt voor hele erge hoofdpijnen zorgen. Dus dat is punt 2. Punt 3 is hoofdschuw. Is jouw paard hoofdschuw? Hoe reageert jouw paard als je je hand naar voren steekt om het hoofd te aaien? En mag je hem overal op het hoofd aanraken? En voel dan ook eens, hoe voelt het hoofd van mijn paard? Voelt het als bot? Of voelt het nog ergens zacht en ontspannen? Nog een punt waarnaar je kunt kijken is het gedrag van je paard. En daarmee kan het natuurlijk best wel uiteenlopen. Maar staat jouw paard er een beetje down bij? Sluit hij zich liever af? Trekt hij zich terug? Kan dat al een indicatie zijn voor hoofdpijn? Maar ook extreem drukke en gespannen paarden kunnen last hebben van hoofdpijn. En doordat ze zoveel spanning op hun schedel hebben staan, niet meer kunnen ontspannen. Dat is een zogenaamde spanningshoofdpijn. Probeer eens aan het gedrag van jouw paard te zien. Is jouw paard extreem gespannen of wellicht juist sluit jouw paard zich liever helemaal af? Dan kun je daar wellicht al uithalen of jouw paard hoofdpijn heeft. En heb jij misschien wel gemerkt dat jouw paard de prestaties van je paard wilt verminderen? Heb je moeite met lengtebuiging, ontspanning, stelling of moeite met het laten ondertreden van de achterhand? Wil jouw paard maar niet ontspannen, los in de bovenlijn worden? En blijft jouw paard op een of andere manier altijd een beetje die spanning vasthouden? Dan is dat ook zeker een indicatie dat jouw paard wellicht hoofdpijn kan hebben. Is jouw paard extreem gespannen? Gespannen in het lijf, voelt het lichaam van je paard ook strak en gespannen? Mag je er überhaupt aan zitten? Sommige paarden kunnen ook echt fel reageren als je aan het lichaam zit. Is jouw paard gespannen? Elke millimeter van een beweging in de omgeving aan het afscreenen? Staat jouw paard altijd op scherp? Is je paard schrikkerig? Reageert je paard heftig op dingen? Dan is de kans ook echt groot dat jouw paard hoofdpijn heeft. Als jij nou denkt dat jouw paard last heeft van hoofdpijn, dan is daar zeker iets wat je daaraan kunt doen. Het eerste wat ik jou zou aanraden is: zoek een paardentandarts die het gebit van je paard uitbalanceert. En ik heb hier eerder een blog over geschreven. Daarin staat ook welke paardentandarts ik je aanbeveel. Het is aan jou of je daar wat mee doet. Maar het is belangrijk dat de kiezen goed over elkaar kunnen bewegen, zodat daar al geen bewegingsbeperkingen worden veroorzaakt. De tweede stap is om te zorgen dat die spanning uit het lichaam van je paard wordt gehaald. En daar kan ik je wellicht bij helpen. Ik pas namelijk een behandelmethode toe die inwerkt op bindweefsel. En bindweefsel zit overal in het lichaam. Tussen spieren, pezen, organen, tussen de wervels, om het zenuwstelsel. Echt letterlijk om alles. En bindweefsel heeft de eigenschap om spanning te kunnen vasthouden. En als ik een paard ga behandelen, dan ga ik die met een hele zachte druk, en het lijkt eerder aanraking als je ernaar staat te kijken, dan op die spanningsgebieden, waardoor het weefsel weer gaat ontspannen. De afvalstoffen worden weer afgevloeid en daardoor kan het lichaam weer normaal gaan functioneren en herstellen. Het weefsel wordt soepeler, de spieren kunnen dus beter over elkaar en langs elkaar bewegen. De spieren gaan zich weer opvullen, gaan ontspannen. Je paard wordt echt soepeler. En het mooie aan deze behandelmethode is dat het overal op het lichaam toe te passen is. Dus niet alleen op een bepaald gebied, maar overal. En aangezien
paarden met hoofdpijn ook veel last hebben op de schedel, kan ik dus ook op de schedel inwerken. En dat zorgt voor een mega effect. Als jouw paard nou echt hoofdpijn blijkt te hebben, dan is het natuurlijk belangrijk dat je er wat aan laat doen. Natuurlijk zal één behandeling misschien niet genoeg zijn, want jouw paard is ook niet in een uur tijd aan die hoofdpijn gekomen. Maar ik weet zeker dat met verschillende behandelingen op lange of korte termijn, dat is helemaal afhankelijk van jouw paard een heel ander paard kan worden. Jouw paard een blij en ontspannen paard kan worden, echt een happy athlete kunt worden, waardoor je prestaties weer optimaal worden, waardoor de beweging van je paard veel en veel beter wordt, waardoor je paard veel makkelijker te rijden is en je dus met hele andere dingen bezig kunt gaan houden in de training. En hierdoor weet ik zeker dat jij en je paard grote stappen vooruit gaan maken en dat jullie echt samen een onverslaanbaar team gaan vormen. Ik zie je heel graag in de volgende video, of wie weet tijdens een behandeling. Doei!